Ik neem aan dat jij net als ik gewoon nog honger hebt. Ja. Maar dat is misschien niet zo. Borden. Hier denk ik. We hebben onze borden nog in de kamer. Ja, dat gaan we later dan oplossen. Oké. We hoeven toch niet te doen alsof dit een andere dag is? Nee. Nee, ja. Nee, okay. Nee, zeker niet. Maar, een mooi broodje op zich. Zo. Die vuur. Oeps. Ik snap er geen zak van. Kijk. Zo. Links. Zie je dat altijd zo? Ja, dat is toch mooi. Daar heb je echt een steek van. Heb je ook iets van andere olie dan olijfolie? Nee. Wel lastig om te koken met iemand anders of een neus. Ja, dat snap ik. Het is in ieder geval nog verre van warm. Ja, kijk maar even rond hoor. Wat is Santo Domingo? Dit is een soort gerookte paprikapoeder. Ja, op een gegeven moment zie je aan het oppervlak ongeveer in welke toestand het is. Dat weet alleen GBJ Hulteman, toch? Ik vind het wel een mooi moment om eens een beetje spek erin te doen. Dat doet nog niet zoveel, hè? Nee. Misschien moet het toch even heter. Het is jammer dat in Nederland dit in ontzettend dunne plakjes wordt verkocht. Ja. Naar de slager gaan om dikke bacon te halen. Dikke bacon, jongen. Stem geen pijl. Het beste. Voor de toekomst en voor uw vaderland. Want ik begrijp dat jij verkiesbaar bent. Ja. Ja, mensen kunnen op nummer 12 stemmen, dat ben ik. Kom ik wellicht in de Kamer. Hoeveel voorkeursstemmen moet jij dan hebben om in de Kamer te komen? Ja, volgens mij 15.000. Denk je dat ik jou een beetje loop te fokken? Ja, fokken me misschien. Kijk, jij doet de spek op het brood. Ja. Eigenlijk wil ik het ook wel ietsje bruiner. Maar omdat het zo dun is, als je het ietsje bruiner doet, dan is het gelijk hard. Helemaal ja, krokant en hard. Prachtige verse eitjes dit. Waarom mel je je eigen saus? Omdat ik het lekker vind om. Zo, gerookte paprika poeder mensen. Nu even dit een beetje netjes neerleggen. Zo. Kijk, ik heb een gat voor mijn afzuigkap. Zo, ik vind het wel klaar. Ik heb er zin in. Ja, mooi. Nou, dat doet me deugd. Zal ik hem overnemen? Ja? Quadril beter ei hoor. Mis jij een korstje aan de onderkant? Nee, maar ik mis wel kaas, merk ik. Oké. Ja, ik deed vroeger veel kaas, totdat ik op een gegeven moment in Transnistrië was. Transnistrië is een opstandige provincie van Moldavië. Hmm. Daar verkopen ze ook kaas, uiteraard, zoals overal ter wereld wel. En die kaas die lijkt heel erg op Nederlandse kaas. Om te zien. Mm-hmm. Maar qua smaak smaakt het precies als wat het is, namelijk gestold dierlijk vet. En sindsdien ben ik me heel erg bewust van wat kaas is en kan ik er ook minder
ongegeneerd van genieten eigenlijk. Kijk, ik doe gewoon hoe het hoort, hè? Nou, dat ben ik het helemaal niet eens. Dat was lekker. Nou, toch voelt het als anders vet. Ik ga deze even opnemen. Met Thijs? Hey, hoi. Hou je van koude eieren? Ik ben geen fan. Nee. Goed. Sorry. Hij snijdt meteen je dode stuk. Ja. En daar heb ik op zich ook een theorie achter. Op die manier kun je het hele eitje gewoon ieder hap die je neemt, heeft daardoor wel wat dooier in zich. Dus in principe spreid je de dooier uit over de hele eetervaring. Maar ik moet zeggen dat ik hier een keer twee neven van me een discussie over heb horen voeren. En ik het toen een soort van met de een eens was en sindsdien altijd zo doe. Is hij goed? Zo, dat was ontbijt. Lunch, hè? Lunch. Jij vond je eigen ei beter, denk ik. Ja. Ja. In die zin vind ik ook mijn ei beter. Want minder machtig en ook minder gaar, maar dat zijn we met elkaar eens. Dat... En het is eigenlijk gewoon ook logisch dat we allebei ons eigen ei het beste vinden, want anders zouden we het wel anders doen. Oké. Okay. Hebben we aangetoond dat je eieren op verschillende manieren goed kan maken. Goed kan maken. Dat die ook gewoon beide misschien gewoon even goed zijn. Ja. En toch totaal anders. Ja. Ik doe het liefst altijd alles meegemaakt. Ja. Je hebt namelijk ook met horecagelegenheden waar dan zowel de ham als de kaas koud onder het ei ligt. Ja, dat vind ik hoe het moet. Nee, dat vind ik heel raar. Het is gewoon een broodje gezond waarbij ze de komkommer hebben vervangen door ei.